Hallo, lieve kinderen. Welkom in Dierenpark Amersfoort. Ik ben Beer Baks. Gaan jullie mee op ontdekkingsreis? Toby en Pepper zijn al begonnen. Eens kijken waar we vandaag naartoe gaan. Kijk, daar is Vlinder. Vlinder wil graag verstoppertje spelen en wij mogen haar gaan zoeken. We moeten deze aflevering heel goed rondkijken, kinderen. Ga je maar verstoppen, Vlinder. Dan gaan wij eerst even kijken waar Toby en Pepper zijn gebleven. Dag, Vlinder. Toby, waar zit je? Hoi. Ah, daar ben je. Hallo. Hé, hoorde jij dat ook? Wat zit er verscholen achter die struik? Wie maakt dit geluid? Is het soms een stokstaartje? Een marabou? Of een beverrat? Ah, het is een beverrat. Ja! Daar wil ik wel meer over weten. Laten we eens kijken wat de beverratten aan het doen zijn. Zou een beverrat graag eten? Raden jullie mee? Ik weet het nog niet. Wat denken jullie? Ah, kijk. Lekkere groene moerasplanten. Dat vinden ze dus lekker. Nou, eet smakelijk. Ik ben zo benieuwd waar beverratten wonen in het wild. Kijken jullie mee door Toby's verrekijker? Hebben jullie al een idee? Aha, daar wonen ze dus. In de moerassen van Zuid-Amerika. Ze graven daar gangen en maken hun hol aan de rand van het water. Ze kunnen dus zo vanuit hun huis het water induiken. Kijk eens goed naar dit plaatje. We gaan proberen het juiste silhouet aan te wijzen. Welk silhouet hoort bij het plaatje? Wat denk jij? Die op het rode? Het blauwe? Of op het groene doek? Weet je het al? Laten we snel kijken naar de oplossing. Het silhouet op het groene doek is juist.
Wat knap als je dat goed had. Het was best moeilijk. Wil je nog iets over de beverrat leren? Laten we dan eens van heel dichtbij gaan kijken. Wat zou dit kunnen zijn? Zie jij het? Zijn het zijn nagels? Of eet hij een wortel? Wat denk jij? Ik ben nu wel heel benieuwd. Ah, het zijn zijn tanden. Ze zijn oranje en ze kunnen er heel goed mee knagen. Kijk, daar vliegt Pepper. Oh, zie je dat? Ze verliest een prachtige rode veer. Wil jij hem voor me zoeken? Eens kijken. Waar is de veer gebleven? Goed kijken, hoor. Als je de veer ziet, mag je hem aanwijzen. Ah, gevonden. Daar is de veer van Pepper. Kun jij raden waar een beverrat van houdt? Houden ze van zwemmen? Of klimmen ze graag? Zal ik het zeggen? Ja? Kijk, een beverrat is dol op zwemmen. Ze hebben zwemvliezen tussen hun tenen en een waterdichte vacht. Het lijken wel kleine bootjes. Ik heb hier een mooie puzzel. Zullen we samen puzzelen? Zie je al wat het wordt? Kijk eens wat leuk. Mooi, hè? Kijk, daar hebben we de vlinder weer. Ze is klaar met verstoppen. En? Heb jij de vlinder kunnen vinden in deze aflevering? Pepper weet precies waar ze verstopt zat. Weet jij het ook? Zullen we eens gaan kijken waar? Kijk, ze zat verstopt bij de puzzel. Goed verstopt, hoor, vlinder. Zo, we hebben weer veel geleerd vandaag. Jouw aflevering zit erop, vriendje. Bedankt voor het kijken, lieve kinderen. Tot de volgende ontdekkingsreis. Dan gaan we weer een ander dier zoeken en spelletjes spelen. Dag! Wist je dat er ook een Storyzoo shop online is? Hier kun je een knuffel kopen van mij. Of eentje van Beerbox. Of van Pepper. Lekker zacht. Oh, boekjes. Dan kunnen we samen Engels leren. Je kunt ze kopen in de Storyzoo online shop. Klik hier. Knuffels. Wacht, klik hier om nog een filmpje van ons te kijken. En klik hier om te abonneren op ons kanaal.